Nou, je hebt goed gezelschap. Heel gezellig. Ja, ja. Heel zacht. Ik denk dat hij straks met je mee wil rijden op de motor. Ik denk dat hij er snel afspringt. Leuk dat je er bent, Wil. We zagen je daar straks al op die imposante motor. Vertel eens even je grootste heldendaden. Ja, dat is toch wel in het verleden de TT-overwinning, 25 juni 1977. De mooiste dag van mijn leven. Totaal onverwacht, eigenlijk onmogelijk, vanwege dat je als privécoureur met een productiemotor tussen de fabrieksjongens en de veel snellere motoren race. En ik was ook nog ziek en kon niet aan de trainingen meedoen. Donderdag lag ik op bed, vrijdagochtend zit ik aan het ontbijt. Ik moest die laatste training doen om een tijd te hebben. Barry Sheen, de wereldkampioen, die komt naar mijn ontbijttafel en zegt: Wil, waar was je gisteren? Nou, ik leg het hem uit. Hij zegt: dat heb ik ook wel eens. Ik heb een drankje voor je, dat helpt goed. Hij stuurt zijn vrouw Stephanie naar boven, komt terug met een drankje. En inderdaad, het ging beter die dag. Begon het nog te regenen ook. En toen ontstond er een heel bijzonder moment. Ik denk, als je het niet in één keer doet met mijn snelle startprocedure, val ik om. En ik dacht, nou, dan maar in 5 stappen. Ik deed in 3 stappen. Het lukte, was als eerste weg. En bij de eerste bocht op het circuit de Bedeldijk komt er een zinnetje naar boven van: als het op assen regent, is het niet glad. Gesproken door Jaap Mooyen. En dat heeft me het vertrouwen gegeven om sneller te gaan racen. En zo won jij. Ja, ik ben zo ontzettend gelukkig over de finish. Mooiste dag van je leven? Absoluut. Want je hebt ook een aantal keren een Grand Prix gewonnen. Ja, 5 Grand Prix's voor het wereldkampioenschap gewonnen. Ja, 13 Nederlandse kampioenschappen. Een geweldige racecarrière. En het is juist de naamsbekendheid geweest die me enorm geholpen heeft in het bedrijfsleven met de grasdrogerij. Ja, want daar begon het allemaal mee. Jouw vader had een grasdrogerij. Wat is dat eigenlijk? Het kunstmatig drogen van gras en luzerne door middel van een fabriek met hete lucht. Ja, je hielp je vader bij zijn grasdrogerij. Maar je had toch ook zin om een motor te kopen toen je 19 was? 18, ja. 18. Maar ja, dat heb ik ermee te maken. Mijn vader kwam van de boerderij, was boerenzoon. Ja. Mijn opa hield van snelheid met paarden, altijd met paarden gewerkt. Mijn vader hield van paardenracen. En ik kreeg een pony toen ik 8 was en 12 was een paard. En ik heb paardenraces en ponyraces gewonnen. Maar toen ik 16 was, wou ik een brommer. Maar dat mocht niet van vader en moeder. Dus wat deed ik? Ik gaf hem voor mijn verjaardag als cadeau dat ik evengoed een tweedehands bromfiets, de Berini, kon kopen. Ja. Maar dat deed ik toen ik met de motor was. Wat had je met motoren? Snelheid. Ja? Ja, snelheid, dat was voor mij fantastisch. En toen ik 16 was, mocht ik voor het eerst met iemand van het personeel mee naar de TT. Om te kijken naar de TT. Toen ik dat gezien had, was je verkocht. Was ik verkocht. Ja. Het is een mooi verhaal dat je wat geld had en dat je wat wilde gaan kopen. Maar dat je vader zei van: geen sprake van. Nee, ik wilde een racemotor kopen. En ja, daarmee kon ik dan, want ik had zelf maar 2000 gulden. En mijn racemotor tweedehands kostte 4000 gulden. En toen kon ik dus die racemotor kopen. En dat eerste jaar dat ik ermee reed, achter elkaar 5 overwinningen met 1 Nederlands kampioen. En daarna opgepikt door een racingteam. Je vader had er niks mee, maar was hij trots wel op je? Later wel, ja. Ja. En zo erg dat hij na 1 jaar of 4, 5 meeging en ging kijken. Kijk. En toen ik aan het wereldkampioenschap meedeed, vliegtuigen vol supporters organiseerde. Mede omdat ik samen met Boet van Dullemen en Jack Middelburg, Jumping Jack, Grand Prix kon winnen. Ja. We willen bewijzen dat uw vader van deze lening in kennis hebben gesteld, zegt de Rabobank. En dat hij mogelijk zou kunnen worden aangesproken voor de geldelijke leasen van zijn minderjarige kinderen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Hoe komt het dat jij zo succesvol bent geworden ook als zakenman? Nou, dat heeft vooral met de opvoeding te maken. Ik zeg wel eens meer: waar staat je wieg en wie legt er wat in? En mijn vader was een harde werker, evenals mijn opa. Want die begon ooit met 13 eenden. En meer had hij niet. En uiteindelijk een grote boerderij. En mijn vader, die was 25. En die wou niet zijn leven lang in de boerderij. Die ging de drogerij beginnen. En dat trok mij enorm. Naarmate ik 3, 4 jaar oud was, ging ik altijd al met vader mee. Ja. Was dat een echte vader voor je? Ja. Ja? 2 handen op 1 buik. Echt waar. Ik was altijd met en bij mijn vader. Al moest hij naar de boekhouder en ik moest 2 uur in de auto wachten, dan ging ik nog met hem mee. Altijd samen. Ja. Wat was je drive? Ja, dat is het doorzettingsvermogen. En je hebt in je alles ervoor doen en alles ervoor laten om te willen winnen. Ja. De snelheid. Ja, maar als je nou verliest, want je hebt ook verloren. Ja. Had je dan de pijn in? Enorme moeilijke periode. Heel erg pijnlijk. Met name toen ik mijn vader verloor, tussen aanhalingstekens. Want die ging het huis uit, die ging met een andere vrouw. Secretaresse notabene.
En dat heeft me verschrikkelijk veel pijn gedaan. Nog pijn, hè? Ja. Ja. Hoe komt dat? Omdat je zo intens samen met vader was. Maar ik woonde bij mijn moeder. Ja. En dan met vader werken. En dat was verschrikkelijk moeilijk. Heb ik altijd gezegd, zal mij nooit overkomen. 15 jaar later, ik was dus in 78 getrouwd. Twee hele lieve, fantastische jongens gekregen. En 15 jaar later, mijn vrouw ook weg. Ja. En dan krijg je hem nog eens dubbel en dwars terug. Want dat is verschrikkelijk pijnlijk. Want dan komt dat verliezen. En als bekende Nederlander komt het heel hard aan. Ja. Dan heb jij die overwinning gehaald op de TT in Assen. Dat was natuurlijk spectaculair. Jouw ouders waren erbij. Je stond op het podium. Wat gebeurde er toen? Ja, mijn ouders waren niet bij elkaar. De een was op de hoofdtribune, mijn vader. En mijn moeder was altijd bij me in het rennerskwartier. Ja. En toen met de overwinning ging ik dus de trap op naar het podium. En boven aan de trap pak ik Barry Sheen beet onverwachts. En ik til hem op mijn schouders, op mijn nek. Want dankzij dat drankje van Barry heb ik gewonnen voor mijn gevoel. En ik sta op het podium. En toen zag ik mijn vader naar mijn moeder lopen. Omhelsden elkaar. En op hetzelfde moment dacht ik van, mijn vader die komt weer terug, mijn moeder, omdat ik de TT gewonnen heb. En dat was, ja, heel bijzonder. Want je ouders waren toen al uit elkaar. Ze waren gescheiden, ja. Ja. Helaas gebleven. Ja. Ja. Een bewogen leven, hè? Enorm. Het was niet saai. Nee, beslist niet. Nee. Maar heel mooi. Ja? Ja. Wat maakt het leven zo mooi? Nou, dat is vooral het kunnen leven, het mogen leven. En dan zeg ik wel eens heel belangrijk is dat je liefdevol samen kan genieten. En het is juist als de liefde dan in je leven komt. Naast het bedrijf had je natuurlijk ook de kinderen. Ik ben een hele trotse opa nu. Maar later gelukkig ook een heel gezond bedrijf gekregen. Want in het begin ging het bedrijf heel moeilijk. Later heel gezond geworden. En daar had je vier levenswijsheden. Leef volgens de vier wetten. Staat heel groot op jouw fabriek. Ja. Vertel eens even, wat zijn die vier wetten? De wet van de liefde, ja. Dat vind ik het belangrijkste. Ja. De wet van de nederigheid, respect voor een ieder, je naaste. De wet van de barmhartigheid, de sterkste moeten de zwakkeren helpen. En iedereen is, vind ik, toch wel verantwoordelijk voor zijn eigen levensbehoeften. De wet van de arbeid. Iedereen moet in zijn eigen levensonderhoud voorzien, indien mogelijk. En dat is gekomen door het enorme zinloze geweld wat begin deze eeuw zijn kop opstak. En toen heb ik op het laatste moment besloten, toen Kees Veerman bij ons aan de overkant een industrieterrein opende. Ik denk, nou moet ik aan de weg timmeren, letterlijk. Ja. En heb ik dit bord laten ophangen. Dan stel ik je natuurlijk de vraag, leef je daar ook naar? Ja, vind ik zelf. Ja? Ja. Ik zal proberen de zwakkeren te helpen. Ik heb respect voor mijn medemens. En het belangrijkste is wat ik zelf ervaren heb, jongens, gaan liefdevol met elkaar om. Ik kan er begot niet tegen geweld. Heb ik ook nooit gehad in mezelf. Bij ons niemand in de familie. Dat is dan weer ook opvoeding. En werken, ja, in het seizoen werd ik geleefd door het bedrijf. Dat was echt waar, in de zomer 7 dagen en 12 uur. Ja. Jij zit hier bij Olaf Power en dat is heel bijzonder, want je bent als heiden opgegroeid. Zonder God, zonder geloof, zonder de Bijbel, zonder de kerk. Hoe komt het dat je hier zit? Dat is eigenlijk ontstaan in kerstavond 99. Ontmoet ik met een bijzondere dame, een dochter van vrienden van me, en ik was uitgenodigd voor het kerstavondmaaltijd. En die kwam uit Nieuw-Zeeland over en die had een enorme historie van geëmigreerd met haar vriend Nico, die na 6 jaar daar een hersentumor kreeg. Die was in 2 maanden tijd overleden. Een jaar later krijgt ze verkering aan een Nieuw-Zeelander. Die rijdt zijn eigen dood tegen een boom aan en toen was ze die zo enorm ten einde raad. En toen heb ik ontzettend veel respect voor haar gekregen. En die leerde mij, het leven moet je voelen. En die heeft mij kracht gegeven, enorm, want wij hadden in 2001, 27 september, de grootste brand op ons bedrijf, waarin de grootste helft of bijna alles weg was. En die heeft me met haar kracht, ervaring en de liefde heeft ze me er doorheen getrokken. En toen belanden we ook een maand na de brand in de Crystal Cathedral. Jij wist niet van dominee Schuller af. We zien nou een foto van jouw vriendin naast het standbeeld van dominee Schuller. Wat vond je toen je die kerk binnenkwam? Nou, dat is
op de televisie al enorm imponerend. En die sprak heel blijmoedig en enthousiast. En you can do it. En denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. En ja, dat was voor mij gewoon fantastisch. En dan keek ik er ook als ondernemer naar. Want dus gewoon in een parkje beginnen, de mensen in de buitenlucht toespreken. En dan als ondernemer zijnde de Crystal Cathedral uiteindelijk opbouwen, neerzetten. Ja, dat vond ik geweldig. Enorm veel respect. Ja, een geweldige man met een enorme visie. Maar ook een man van het geloof. Van if you believe it, you can do it. Hè, als je het gelooft, kun je het doen. Maar wel met God. Maar zo leefde jij niet. Nee. Maar dat is dus in die tijd is dat gekomen. En toen ging ik ook terugzien wat mij in het leven is overkomen. Tot ik er weer doorheen kwam, tot ik die TT kon winnen dankzij op dat moment dat zinnetje van als het op Assen regent is het niet glad. Ja, en toen dacht ik opeens, nou snap ik het. Als je naar je gevoel luistert, dan word je geholpen. Want wie is God nou voor jou? Dat is een man van liefde. En als je het geloof in God hebt, dan heb je vertrouwen in het leven. Ja, je kijkt elke zondag 2 keer. Ja, de uitzending? Ik begrijp het niet altijd helemaal goed. Dus als ik 2 keer de verschillende uitleg dan aan hoor en ik vind de muziek altijd geweldig, ik hou erg veel van muziek, ja, dan ik zit heerlijk te genieten in alle rust. Is je leven veranderd door de ontmoeting met God? Ja, want het is veel gemakkelijker geworden. Hoe begin jij je dag? Met bidden. En dan vraag ik dus om steun. Ik vraag om ontspanning. Maar ik vraag ook om beheersing, want ik ben een impulsief persoon. Nee toch? En op momenten dat het spannend is, dan kan ik nogal eens impulsief reageren. En dat helpt me. En dan blijf ik altijd weer terugkomen van, als er wat is, vraag je dan af wat God ervan zou vinden. Ja, dat is mooi. Dus dat vraag je bij alles af. Wat zou God denken als ik nu dit of dat doe? Ja, precies. Ik vraag God om hulp. En als ik wat doen of ga doen, vraag ik me eerst af, ja, maar wat zou hij ervan vinden? Ja. Wat drijft jou om, want hoe jong ben je nou? 48 is het bouwjaar. 73. Ja. Wat drijft jou om nog zo enthousiast in het leven? Je hebt bijvoorbeeld een museum. Geniet enorm van het heden. Ja, dat is duidelijk. Maar het heden is er door het verleden. Ja. En ik mag heel graag de historie benoemen. En om het op deze manier in stand te houden en de historie van de drogerij, begin uit 1950, is in het museum. En de racecarrière die is in het museum. Ja, dat vind ik heel mooi. En er zijn heel veel mensen die er heel graag dat willen zien en beleven. Ja, kijk, mooi. Maar nu even naar die plantjes die hier liggen. Dit is de luzerneplant. Ja? En het is juist dus de ontwikkeling van ons bedrijf geweest, van de Gruisdrogerij, om met luzerne te gaan werken. Eerst natuurlijk voor de veehouderij, maar ook voor de paardenhouderij en de pluimveehouderij. Ja. En ik eet dus zelf ook alle dagen dus een handje luzerneplant. Omdat daar juist een groot stuk gezondheid van uitgaat. In de luzerneplant zit namelijk de HSP70, als je het op de juiste manier eruit weet te krijgen. En dat hebben we voor elkaar gekregen. En die HSP70 die zorgt als proactief antibiotica voor een versterking van immuniteit en weerstand. En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor gezondheid. Want ik zeg altijd heel eenvoudig, als een dier in de vrije natuur loopt, krijgt hij nooit geen kanker. Is dat zo? Als we hem in de gevangenis zetten, op stal, bij wijze van spreken. Als de mens nou maar volgens de natuur zou voeden, dus een gezonde voeding zou hebben, dan is je weerstand en immuniteit enorm versterkt. Hoe oud hoop je te worden? 100. Daar hoef je niet lang over te twijfelen. Nee, een mens moet een doel hebben in het leven. Ja. En daar streef ik naar. Dat wil ik ook bereiken, want dat is gewoon een doel. Alsof ik de finish van de TT haal, zeg maar. Ja. Zo moet je het zien. En daar leef ik naar elke dag 1,5 of 2 uur wandelen. En een gezonde voeding en voldoende slaap. En genieten, vooral ontspannen, plezier hebben. Ja, dat is duidelijk aan je. Heb je nog 1 levensles die je aan de kijkers wil meegeven? Want je hebt barst van de levenslessen. Ja, zonder dieptepunt heb je geen hoogtepunt. Oké. Okay. En met die woorden ga ik jou het cadeau overhandigen van Hour of Power. Ik denk dat je hem kent als trouwe kijker. Oh, geweldig. Ja, hè? Lees hem nog eens voor. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Ik denk dat je dat helemaal in de praktijk brengt. Heb ik het goed?
Dat wil ik heel graag doen, ja. Oké. Dankjewel, Jan. Maar ik heb natuurlijk al gemerkt dat jij altijd de mensen wil verrassen. Ja. En ik dacht, nou wil ik als laatste jou een keer verrassen. Ja. Want Hour of Power betekent zoveel voor me, dat ik heel veel te danken heb aan Hour of Power en aan jouw presentatie en aan dominee Schuller. Als dank daarvoor, pak maar uit. Nee. Ja. Nou. Heel veel dank. Daar ben ik wel even stil van. Weet je, hartelijk dank Wil, want ja, ik mag dit ook als vrijwilliger doen. Er zijn heel veel mensen die vrijwillig hun medewerking geven, maar willen graag ook de jonge generatie bereiken met Gods liefde. En met die bijdrage maak je dat ook weer een stuk mede mogelijk. Zakelijk ben ik op het eind van mijn bedrijfsleven, zeg maar, heel succesvol geworden. En mede dankzij Hour of Power. En ik sta heel erg voor dat de uitzendingen worden gecontinueerd. Ja. Nou, ik help daar graag bij. Ongelooflijk bedankt. Ik vind dat echt heel bijzonder. Uit mijn hart. En dat heb ik begrepen. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.